En ja, dat is echt een mega doel, maar ik ga er wel alles aan doen om dat doel te bereiken. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video, want in deze video ga ik je vertellen hoe ik ben begonnen als ondernemer. Dit was een van de meest gestelde vragen toen ik een Instagram poll had gedaan. Het liefst zou ik jullie willen vertellen dat ik al heel mijn leven ondernemer wilde worden. En dat mijn vader dat ook is. En heel leuk, mooi, fantastisch verhaal. Maar dat is niet zo. Dus ik ga je vertellen hoe ik ben begonnen als ondernemer. En vooral ook hoe ik nu ben beland in wat ik nu doe. En het verschil met wat ik toen deed. Dus laten we beginnen. Goed, ik begon als ondernemer in april 2018. En ja, natuurlijk komt de eerste vraag van ja, wanneer ben je dan ondernemer? Laten we het even zo zeggen dat wanneer je inschrijft bij de Kamer van Koophandel, dat je dan in principe zelfstandig ondernemer bent. En dus je eigen bedrijf hebt. En ik had eigenlijk in die periode geen bijbaantje, want ik was op zoek naar iets wat ik nog naast mijn stage kon doen. Ik was toen bezig met afstuderen van het HBO. En ik wilde eigenlijk niet weer in de supermarkt werken, kranten bezorgen. Dat heb ik niet gedaan. In de supermarkt trouwens wel. Als jullie het leuk vinden om een keer een video te zien over alle baantjes die ik heb gedaan, laat me dan ook eventjes weten, want het zijn er echt heel veel en ik heb er echt wel heel veel grappige verhalen over. Dus als je daar interesse in hebt, laat het even weten in de comments. Maar ja, goed, ik wilde dus een ander bijbaantje voor daarnaast om toch nog wat extra te verdienen. Want ja, vaak een stage betaalt niet genoeg geld om op jezelf te kunnen wonen alleen. Ik had toen een hostessenbedrijf gevonden in Amsterdam. En daarin was het dus een voorwaarde dat je jezelf dus inschreef als freelancer. Ik had daarvoor eigenlijk al wat aanvraagjes binnen gehad voor video en af en toe voor social media. Maar ik was toen nog best wel jong. Ik was toen 21 en mijn ouders hadden echt zoiets van, eigen bedrijf 21, doe even normaal, weet je wel. Ja, zoals iets van, weet je, als jij gewoon nog een normaal bijbaantje kan zoeken, doe dat. Dat is gewoon veel beter, weet je. Ik hoop dat de zon niet door gaat komen, want hij is best wel fel. Dus goed, ik had me daar ingeschreven. Dus ik ging werken als hostess. En toen dacht ik, nou, dan ga ik nog een paar andere bedrijven erbij zoeken. Gewoon als bijbaantje. Dus ik had dan door de week mijn stage voor 40 uur in de week. En dan op een zaterdag, soms ook op een zondag, werkte ik nog of in de avonduren als hostess. En dat betekende dus dat ik of in winkels werkte, of op grote beurzen of events werkte. Ik heb op heel veel events, beurzen en voor grote merken zoals Mazda, Chanel, Guerlain, Levi's heb ik heel veel gewerkt. Dat was ook altijd heel erg leuk. Ja, dus ik heb op heel veel events gewerkt, beurzen gewerkt, voor heel veel grote merken gewerkt. Bijvoorbeeld in Park Broekhuis gewerkt, voor Shell gewerkt. You name it, ik heb voor heel veel bedrijven gewerkt. Het was ook echt heel leuk. De mensen die ik ontmoette was wel heel gezellig. Alleen, ja, weet je, ik heb HBO gestudeerd. Ik wilde toen nog een master doen. Op een gegeven moment zeg maar, merk je dat je daar tegen een soort van plafond aan loopt. Het is eigenlijk altijd hetzelfde liedje. Tuurlijk, ik weet zelf ook wel dat hostessenwerk echt niet hogere wiskunde is. Maar dat hoeft ook niet. Weet je, als je het gewoon leuk vindt, en dat is het ook. Ja, je spreekt super veel mensen, je komt heel veel mensen tegen. Je kan echt je netwerk uitbreiden. Ik vond het echt heel leuk om te doen. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, dit wil ik gewoon niet de rest van mijn leven gaan doen. En dit is ook natuurlijk niet de main reason waarom ik als zelfstandig ondernemer ben begonnen. Ik had al wel altijd het idee van, hey, ik vind video's maken echt allerleukste wat is. Hoe ik daarmee begonnen ben, heb ik een keer een video over gemaakt, maar dat is al een hele lange tijd geleden en die is waarschijnlijk ook niet zo goed. Dus als je daar een nieuwe video over wilt, laat het eventjes weten, dan ga ik daarmee aan de slag om daar een veel betere video van te maken. Op een gegeven moment dacht ik van oké, ja, dit is niet hetgene wat ik de rest van mijn leven wilde doen. Ik wil toch wel meer de social media video kant op. Ja, dat wilde ik heel graag, maar ik wist niet per se hoe ik dat moest doen en ik had natuurlijk her en daar wel een aanvraagje, maar dat was niet zo dat je zegt van wow, hier kan ik de rest van mijn leven mee leven of zo. En op een gegeven moment heb ik tegen mezelf gezegd, oké, Demi, je moet je focus gaan verleggen. Want op het moment dat je dus heel veel events doet en grote beurzen doet, dat is allemaal wel leuk. Maar dat, ja, als je dan bijvoorbeeld naar videomarketing toe wilt, dan kun je daar niet op focussen omdat je dus nog twee dingen tegelijk aan het doen bent. Dus op een gegeven moment heb ik eigenlijk dat allemaal afgekapt. Precies een paar maanden voordat de corona begon. Ik denk 4 of 5 maanden voordat de corona begon. Dus was een hele goede zet voor mij. Extra grote uitdaging.
Ja, dus dat gebeurde 4 of 5 maanden voor de corona. Maar ik was toen ook weer aan het studeren voor mijn master. En toen heb ik tegen mezelf gezegd, weet je wat, op het moment dat de corona begon, dat was in maart, toen moest ik eigenlijk mijn scriptie gaan schrijven. En dat was ook precies de periode waarin er dus wat opdrachten bij mij wegvielen, omdat ik klanten had die in de horeca zaten en ook klantafspraken dus niet doorgingen of filmlocaties niet doorgingen. Dus ik vond het lastig, maar aan de andere kant heb ik tegen mezelf gezegd, weet je wat, Demi, je moet je nu gewoon gaan focussen op je studie, want als je nu je best doet voor je scriptie, dan ben je over 3 maanden klaar en dan kun je weer volop gaan focussen op videomarketing. Dus, jammer natuurlijk, want je krijgt te maken met de coronacrisis, dus je hebt en minder geld en je bent aan het studeren, dus letterlijk de muren komen op je af. Maar dat is dus gelukt, ik ben toen in 1 keer geslaagd en Toen heb ik langzamerhand het weer opgebouwd. Ik heb nu ook sinds een paar maanden mijn nieuwe bedrijfsnaam, Grow Video. Want hiervoor heette ik dus altijd Demi Groen. Heet ik nog steeds. Maar mijn bedrijfsnaam heette dus ook Demi Groen. En ik weet niet, het sprak me gewoon echt niet meer aan. En vooral als je dan zo aankomt van, hoi, ik ben Demi Groen van Demi Groen, weet je wel. Dus ik had zoiets van, er moet echt gewoon even wat anders voor komen. Ik had al heel lang een bedrijfsnaam in mijn hoofd. Maar ik had er gewoon niet heel veel mee gedaan. Ik dacht, oh, er moet vast wel een betere naam zijn. En dan ga je tips zoeken van mensen die dan ook allerlei andere tips geven. Misschien ook wel tips geven waardoor je juist weer van je pad afwijkt. Van de naam die je al in gedachten had. Op een gegeven moment heb ik er gewoon een klap op gegeven. Gezegd, oké, Grow Video. En hier gaan we gewoon mee verder. Klaar, niet meer omzoemelen. Gewoon gaan met die banaan. Dus daar ben ik nu heel veel mee bezig. Ik ben klaar met mijn branding en dat soort dingen. Mijn website wordt nu gebouwd. En waar ik naartoe wil? Een goede vraag. Nee, ik ga het eigenlijk gewoon zeggen. Waar ik naartoe wil is dat ik de autoriteit word op het gebied van videomarketing in Nederland. En ja, dat is echt een mega doel. En het hoeft ook niet te zeggen dat ik dat doel ga bereiken. Maar ik ga er wel alles aan doen om dat doel te bereiken. Dus dat is hoe ik ben begonnen als ondernemer. En het wil echt niet zeggen dat je soms als je begint als ondernemer echt totaal weet wat je gaat doen. Ik vind ondernemer nog steeds een trial and error. Je hebt te maken met verschillende mensen, verschillende bedrijven, verschillende regels. En het is voor mij elke dag nog een challenge, maar ook echt heel erg leuk om te doen. En mocht je vragen hebben over ondernemerschap, kijk dan eventjes mijn video van hoe start je een eigen bedrijf zonder geld. Dat is deze video. En ik ga daar binnenkort ook een deel 2 over maken. En die zal ik later ook taggen in deze video. Zodat je eigenlijk een compleet beeld hebt hoe jij ook kan beginnen met ondernemen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg!